Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat, laat maar zeggen, het plannen, het beheren. U kent misschien de situatie in Brighton, waar men alles op zijn beloop heeft gelaten. Dat is mislukt. Dus ook natuurinclusief een gebruik van ruimtes, of het nou industrieterreinen zijn of kantorencomplexen, daar is beheer, daar is ingrijpen nodig. Het is dus niet allemaal wildernis. Dat kan ook niet op een gevel of op een stukje industrieterrein. Maar wat je wel probeert, is de condities van water en bodem zo natuurlijk mogelijk te hebben. Een schone lucht. En waar spontane vegetatie mogelijk is, of inheemse plantensoorten en inheemse struikensoorten, heeft dat de voorkeur. En vaak zie je ook ladders, gradaties. Van je begint met een klein beetje natuurlijk tot heel erg natuurlijk. Dus vaak ook met kleurencodes. Daar kom ik straks nog op in de voorbeelden die ik heb. Dus als je het goed vindt, komen we misschien op dit punt nog op het eind even terug. Dank u wel voor uw beantwoording. Inmiddels hebben zich bij ons gevoegd mevrouw Veldkamp van de VVD en ook... Meneer? Excuus, Veldman. Ja. Dan staat het verkeerd inderdaad. Sorry, ik ben... Sorry, ik zie het. Ik zag Kamp. Mijn excuses. Ik was naar de laatste... Nee, maar het stond achter het flesje. Ik zag alleen maar dat Kamp erachteraan. En ik wist Veld... En ik had het eigenlijk af verkeerd gelezen. Mijn excuses ervoor. Mijn Holman en ook meneer Pierik van de BBB is erbij. En ik heb een vraag aan u, meneer Pierik. Bent u nou een beta of een alfa, waar ons net af en vragen? Ja, ik ben toch echt wel een cijferman, hoor. Dat dachten we al, daarom. Dat moesten we nog even weten. Meneer Holman, u had nog een vraag. Nou, nog even rap doorgaan. U zegt heel nadrukkelijk spontaan ontstaan. Maar ik bedoel, als je heel gericht met bewuste plantensoorten iets moois maakt, dan is het toch ook natuur, of zie ik dat verkeerd? Wij hebben er niet voor gekozen om daar een hele scherpe digitale definitie van te maken. Ik heb al gezegd, wij kiezen dan in de 10 domeinen waar we mee werken met allerlei gradaties. En je begint misschien met een volkomen... Een border met alleen maar uitheemse planten. En ja, je gaat stapsgewijs kijken hoeveel je daarin kunt komen. Dat is een beetje de benadering die wij voorstaan.